Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag openen we deze Trainers Toolkit. Everything you need to build a powerful deck box. Ja, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat het is. Het is gewoon een hele goede doos als je pas begint met Pokémon TCG of je bent er al even mee bezig. Hier zit eigenlijk alles in om een goed en sterk deck te bouwen. Er zit een hele hoop energiekaart in, want ja, energiekaart heb je nu eenmaal nodig om Pokémon TCG te spelen. Maar er zitten ook enkele trainerkaarten in en ik denk ook twee Titanen GX kaarten, maar die zullen we zo dadelijk wel eens zien. Er zitten ook vier boosterpackjes in. Voor de boosterpacks moet je het echt niet doen voor deze doos, want dat, ja, er zitten er maar vier in en je betaalt er denk 30 of 35 euro voor deze doos. Het is echt gewoon een aanvulling als je bijvoorbeeld de Battle Academy hebt gekocht en je vindt Pokémon TCG heel leuk. Je wilt het spel zelf eigenlijk spelen, je bent geen verzamelaar van kaarten. Je wilt echt het spel spelen, is dit een mooie aanvulling om eigenlijk je deck verder uit te bouwen of zelf een deck samen te stellen om dan te gaan spelen met vrienden. Al gaat dat momenteel niet met corona, maar je kan ook altijd online de Pokémon Trading Card Game spelen. Maar mocht corona gedaan zijn en je wilt echt een powerful deck bouwen, ja, dan kan je het hier gewoon mee doen. Of met broers of zussen of met mama of papa. Speel gaat allemaal. We zullen eens een keertje kijken wat erin zit natuurlijk. Zo. Dus ik zei het al, voor de boosterpacks moet je het totaal niet doen, want die zitten er zitten er maar vier in. Zo, het is een mooie doos op zich ook. Zo, even kijken hoe het hier open gaat. Eens even zoeken. Aha, hier zo gaat hij open. Dus het is ook een mooie doos om de kaarten bij te houden. Zo. Gaan we eens even kijken wat er aan de binnenkant van deze doos zit. We hebben onze dobbelsteentjes en damage counters. De poison counters. We hebben een unbroken bounce. Een sword and shield base set pakje. Rebel clash. En we nog een Rebel Clash erin zit. Daarnaast zit er ook nog een boekje in waar de regeltjes in staan voor Pokémon. We hebben hier ook nog een trainers toolkit, dus eigenlijk een guide om je deck mee te bouwen. We hebben een paar sleeves die erin zitten. De kaarten waarvoor te doen en een codekaart natuurlijk, die ga ik zelf wel houden. Ik heb ze toch laten zien, maar ben eerder als jullie voor deze. De Titanen GX en andere trainerkaarten zitten hierin. En dan, voilà, de hele hoop energiekaarten. Dat had ik wel verwacht. Ik denk dat alles is. Dus deze divider kan je eventueel nog uithalen, denk ik. Moet je een beetje liggen prullen in de doos. Dus de doos op zich kan je ook gebruiken voor je kaarten in bij te houden en weg te steken. Zo. De doos. Die zet ik even weg. Die zet ik helemaal bovenaan. Dus overloop nog eens een beetje wat er eigenlijk in zit. Dus deze mooie card sleeves zitten erin. Mooi design. Dan hebben we de vier booster packs die we zo dadelijk gaan open doen. En dit pack kaart dat we open doen. De energiekaarten, ja, die laat ik gewoon gesloten zitten. Het is gewoon een heel pack energiekaarten die erin zitten. Nu, in dat Trainers Toolkit boekje, daar kan je eigenlijk de uitleg vinden hoe je een deck moet bouwen. Dus building on the basics. Dus hier staat dan eigenlijk een Pikachu en Zekrom GX League Battle Deck. Dus een deck dat in de League is gebruikt. Hier staat nog een andere improved deck. Je kan er van alles in vinden in dit boekje gewoon. Hoe dat je best een deck bouwt. En er staan ook een paar voorbeelden in. Dan het boekje met alle regels in. Dat je maar bepaalde kaarten één keer kunt gebruiken tijdens een beurt. En wanneer is een Pokémon dood. En dergelijke. En hoe het met de damage zit. En weaknesses en dergelijke. Voilà. Dan deze poison counters natuurlijk ook. En de burning counters. De mooie dobbelstenen. De dobbelstenen worden mooier en mooier, ook in de Elite Trainer boxen.
Dan zullen we eens een keertje gaan kijken wat er in dit pakje zit. Het is een Detene GX zit erin. Ik moet zeggen, voor de verpakking goed verpakt. Als we ze nou eens open krijgen ook. Zou heel mooi zijn. Dat is natuurlijk geen leuke, geen leuk deel van de video. Zo, we zijn er door. Dacht ik toch. Of niet. Zo. Het is nu ook niet ideaal om je kaarten zo te verpakken. Ach, come on. Ik weet toch niks. Geen schaar moeten pakken, hè. Jongen, jongen, toch. The struggle is real. Ik had wel gedacht dat het veel sneller open ging dan. Zo, we zijn er eindelijk doorheen. Mooie televisie, zeggen ze dan. Hè. Zo. We krijgen twee Detene GX kaarten. Als ze hier even bijzetten. Ergens, als ze blijven staan. Twee Detene GX kaarten. We krijgen Mellow & Lana, krijgen we Boss Order, krijgen we. Ja, eigenlijk van alle trainerkaarten die erin zitten, die eigenlijk heel goed zijn op het moment om een deck te bouwen. En van de laatste nieuwe series natuurlijk. Sword & Shield, zie Team Up, ik zie Darkness Ablaze en dergelijke eigenlijk. Hè. Een reset stamp. Die zijn iets zeldzamer, denk ik. Ik weet niet juist voor wat de A staat. Is het van Amazing Rare of zo, maar raar zijn eigenlijk. Hè. En ja, natuurlijk ook Professor's Research. Zo, verschillende trainerkaarten krijg je. Waar je dan eigenlijk een deck mee kunt bouwen. En daarnaast natuurlijk ook 4 booster packs. We zullen beginnen met die van Rebel Clash. En de bedoeling is natuurlijk, als je dan deze box hebt opengedaan, dat je eigenlijk een deck bouwt met de kaarten die je poelt. Zo, de codekaart is voor jullie. Nu denk ik niet dat het heel gemakkelijk gaat zijn om met maar 4 pakjes kaarten een deck te bouwen. Energy kaarten, zo had je er nog niet genoeg natuurlijk. En Morgrem hebben we hier ook nog een Medicham, een Pokeball, een Stunky, een Clefairy, een Voltorb, een Nosepass, een Wing-O, Reversal Galarian, Mr. Rhyme. De evolutie van Mr. Mime in de Kala-regio en een Snorlax. Snorlax is bijvoorbeeld een heel goede kaart als je ja, een deck wilt bouwen. Heeft is geen evolutie ervan ofzo, dus je kan hem eigenlijk meteen spelen. Je hebt alleen 3 energies nodig voor zijn dus aanval bijvoorbeeld. En elke keer als er 1 energiekaart aan attached, mag je elke beurt eigenlijk gewoon 2 kaarten grijpen. Of grabbelen, hoe je het ook mag zeggen. We hebben nog een Rebel Clash natuurlijk. Zo, een codekaart. Zo, een energiekaart, een Speedlining Energy, Pilipper, een Palossand, Natu, Honedge, Impidimp, Magmar, Electabuzz, Reversal, Palossand en een Ice Cube hebben we als kaart, rare kaart, hallo. Zo, dan hebben we nog de Sword & Shield met de Snorlax op en hier is nou een mooie Galarian Ponyta, de Polkaart, Water Energy, een Lucky Egg, Dupool, Dugtrio, Galarian Ponyta, Cottonee, Scorbunny, een Silicobra, Jumper, Universal Bleep Bug en weer een Snorlax. Kijk, dus je zou eigenlijk al 2 Snorlax in je deck kunnen steken. Deze is iets beter zoals de vorige, hè, maar je hebt wel veel energiekaarten nodig. Maar het is een basic Pokémon kaart die je eigenlijk meteen kan inzetten. Dus inderdaad, als je deze op je bank zet en je zet er meteen 3 energiekaarten in de derde beurt, kan je hem spelen en heb je toch wel een ja, degelijke Pokémon die wat damage doet. We hebben nog 1 pakje kaarten te gaan. Dat is onze Unbroken Bounce. Even pakken. Zo, die pakken we er even bij.
onze Unbroken Bounds. Het laatste pakje kaarten die hierin zit. Zo, de codekaart is voor jullie. Zo, een energy kaart, een Charjabug, een Pyukumuku, zoiets, een Togetic, Murkrow, Rhyhorn. Rhyhorn is ook zo'n kaart die je meteen kan spelen eigenlijk. Melton, een Slowpoke, Wooper, Reversal of Golbat en Muk, een Alolan Muk Tag Team kaart. Deze is wel heel mooi. Zo. Die gaan we meteen ook sleeven. Voilà. Die zetten we er ook even bij. Zo. Dan hebben we eigenlijk alles wat er in die doos zat. Gehad. Ik ga de kaart hier even aan de kant leggen. Maar ik wil nog wel een dingetje zeggen. Nu, deze doos is ook misschien wel ideaal om te combineren. Bijvoorbeeld met een van deze... starters packs van elke set, zal ik maar zo maar zeggen. Dus deze Charizard deck en dan een Dreadnought deck. Je kan dan eigenlijk het deck een beetje aanpassen naar je eigen gevoel. Je zegt van bijvoorbeeld in een Charizard deck zitten bepaalde kaarten in die je wilt vervangen. Dus eigenlijk is deze trainers toolkit is echt wel een ideale set. Als je echt beginnend bent of dat je nog een paar goede trainerkaarten hebt. Het is echt voor... Ja, het is gewoon een handige set, laat me het zo zeggen, zeker als je de TCG speelt. Dat was het eigenlijk een beetje voor vandaag in deze video coveren. Dus we hebben deze trainers toolkit bekeken. Je kan ze denk ik op verschillende plaatsen kopen voor een 30 à 35 euro denk ik. Is het te koop, is het kopen waard eigenlijk. Als je het alleen maar voor de booster packs doet, niet natuurlijk. Het is, zoals ik al een paar keer heb gezegd, deze video gewoon ideaal als je net in de game bent. Als je net begint eigenlijk met Pokémon kaarten te verzamelen, TCG te spelen met vrienden en zo, is het ideale kit om mee te beginnen. En er zitten mooie sleeves in, mooie damage counters en mooie dobbelsteen. Dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En we zien elkaar weer de volgende keer. En vergeet geen like te geven op deze video en te abonneren. Ciao kus!